Vanaf 1848 werd Nederland een parlementair regeringsstelsel. Dit houdt in dat het parlement, in het geval van Nederland de Eerste en Tweede Kamer, het meeste te zeggen heeft en de belangrijkste beslissingen nemen. Vanaf 1848 zaten er vooral veel liberalen in het parlement. Dat kwam omdat alleen rijke mensen mochten stemmen door het zogenaamde censuskiesrecht. Toch zien we wel dat vanaf 1848 steeds meer groepen uh, uh, gaan opkomen voor hun belangen. Natuurlijk de arbeiders in de vorm van de socialisten, maar ook protestanten en katholieken, die confessionelen. Zij gaan zich verenigen in verenigingen, een eigen krant oprichten, politieke partijen oprichten. En op deze manier zien we ook dat de samenleving steeds meer verzeilt. Dat betekent dat je met je bepaalde groep, dus bijvoorbeeld de protestanten of de katholieken of de arbeiders, alles met die groep doet. Dus een eigen krant lezen, als je al kan lezen, een eigen politieke partij hebt, een eigen radiostation later en noem maar op. De samenleving raakt hierdoor behoorlijk verdeeld. We zien ook in de 20e eeuw dat dat nog een grotere rol gaat spelen. Maar daarover in een ander filmpje meer. Begin 20e eeuw en 1917, met de pacificatie van 1917, werden een aantal onderdelen, een aantal zaken waarover uh, nou wat getwist werd, werden, uh, werden daar eigenlijk in beslecht. En pacificatie betekent ook vrede sluiten. Allereerst kwam er algemeen mannenkiesrecht. Dus dit hield in dat elke man mocht stemmen, ongeacht hoeveel belasting je betaalde. De schoolstrijd werd ook uh, beslecht. Her, openbare en uh, bijzondere scholen kregen evenveel financiering van de overheid. En het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd. Voordat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd, was het kiessysteem gebaseerd op het districtenstelsel. Dat hield in, Nederland was verdeeld in 100 uh, districten. En uh, in elk district werden verkiezingen gehouden. En wie in dat district won, die kreeg een zetel in de Tweede Kamer. Dit kon in principe betekenen dat uh, er van één bepaalde partij alleen maar die mensen in het parlement kwamen. Hè, dat je in een bepaald district uh, de meerderheid van de stemmen hebt en dan word jij uh, de afgevaardigde van het district. En als er iemand anders is die uh, net iets minder stemmen heeft, helaas Pindakaans, die komt niet eens in de Tweede Kamer. Die stemmen zijn dus in feite dan allemaal verloren. Met het stelsel van evenredige vertegenwoordiging wordt er niet meer gekeken naar je district, maar wordt er gewoon gekeken hoeveel stemmen je in totaal hebt gehaald. Heb je in het hele land 25% van de stemmen gehaald, dan krijg je ook 25% van de zetels. In dit geval waren dat dan ook 25 zetels, want in eerste instantie waren er 100 zetels in de Tweede Kamer. Een leuk detail is dat de liberalen dit graag in die pacificatie van 1917 wilden, omdat zij bang waren dat met het invoeren van het algemeen mannenkiesrecht, zij met het districtenstelsel nergens meer een afgevaarde zouden krijgen. Dat in elk district, zeg maar de socialist, de meeste stemmen zou krijgen, en de stemmen die gedaan werden op een liberaal, zouden dan teniet worden gedaan. Daardoor hebben zij afgedwongen dat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd.